Vandaag een bijzonder gevarieerd gezelschap aan tafel. Wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven. Schrijfster Yvonne Kuls over haar nieuwe boek Zoals ik jou ken, ken jij mij. En de man die het fietsmerk Italvega nieuw leven heeft ingeblazen. Alphenaar Nicolas Hurekamp. U kijkt naar Frits. Dag dames en heren, welkom bij de wekelijkse talkshow op TV West over politiek, ondernemerschap, kunst en cultuur, entertainment en sport. Kortom, welkom bij Frits. Ze is een bestseller-auteur, bekend geworden met boeken als Jan Rap in zijn maat en Het verrotte leven van Floortje Bloem. Maar inmiddels is ze 86 en schrijft ze nog steeds. Haar laatst verschenen boek heet Zoals ik jou ken, ken jij mij en gaat over haar vriendschap met een andere beroemde schrijfster, Hella Haase. Die overleed in 2011. Ik weet niet hoe ik sterven zal. Het kan best dat het buitengewoon onaangenaam is. Maar dat merk ik dan wel terzijde tijd als het zover is. En dan zal ik me daar op de een of andere manier ook bij moeten aanpassen. En dat moeten ondergaan. Begraven, nee, dat is iets wat mij absoluut niet aanspreekt. Nee, vuur heeft een soort reinigende. Dat is schoon. Dat is clean. Ja, dat was Hella Haase. Yvonne Kuls, welkom terug. Dag, ja, jij ja. Ook. Hè? Ja, een vriendschap zo bijzonder dat je er een boek over hebt geschreven. Ja. Wat was er zo bijzonder aan die vriendschap? Nou, het is een krachtmeting. Elke goede vriendschap is vind ik een krachtmeting. En het waren natuurlijk twee tegengestelde karakters. Zij was zo oud als mijn oudste zus en een vriendin van mijn oudste zus. En zij wist alles en ik wist heel weinig. Maar ik kon weer andere dingen die zij niet kon. Ja. En wij kwamen als vrouwen in een mannenmaatschappij. In 1965 begonnen wij. En wij werden losgelaten op de televisie met de eerste grote... En dat was toen nog helemaal nieuw? Nee, er was nog niks. Er was geen drama op televisie. Alleen maar lieten ze zo'n cavia, lieten ze zo lopen en zo. Dat die tijd. Maar echt drama. En dat begon in Engeland met de Forsythezaken. Ja. En toen dacht David Koning, de hoofddrama van de NCRV-televisie, die dacht, kunnen wij hier ook? Maar dan moeten we wel een paar mensen hebben die dat kunnen. En de een kende de ander en zo kwamen wij in beeld. Ja, en daardoor kwam ook die vriendschap. En dat die 45 jaar hoge pieken, diepe dalen, gaan we het straks over hebben. Ja. Mijn tweede gast, die heeft een achtergrond in de kledingbranche. Maar dankzij een uit de hand gelopen hobby wist hij een nieuw leven in te blazen in het fietsmerk Italvega. Ja, Nicolas Hurekamp, welkom. Dankjewel. Ik zei het al, een uit de hand gelopen hobby, maar wat was die hobby precies? Fietsen. Uit de hand gelopen hobby is fietsen. Ik vind fietsen echt het allerleukste om te doen. En waar we het straks over gaan hebben, maar op een dag kwam ik het merknaam Italvega tegen. En toen dacht ik van ja, daar ga ik één fiets maken voor mezelf. Eentje? Eentje. En toen heb ik een hele mooie, exotische groene fiets gemaakt. En ik kwam terug en de meeste van mijn fietsvrienden zeiden van, nou, dat is zo mooi, daar moet je iets mee doen. En ik ben zelfstandig ondernemer, dus ik dacht, nou, ik ga daar iets mee doen. Ja. En zo is het, nu is het inmiddels een paar fietsen verder. Want, hoeveel heb je er inmiddels gemaakt? We hebben twee frames, met beide frames hebben twee kleurstellingen. Ja. Ja, dus vier. Het zijn twee type frames. Ja. En van die type frames zijn in twee kleuren leverbaar. Ja. Maar hoeveel zijn er dan inmiddels verkocht? Ja. Inmiddels zijn er een stuk of 10 verkocht. Oké, dus het is nog heel exclusief? Het is ook heel pril, want ik ben net door de startersfase heen. Oké.
Maar vooralsnog is het heel exclusief. Ja, het zijn vrij exclusieve fietsen, ja. Mijn derde gast is sinds zijn 7e al bezig met boksen en bleek een natuurtalent. Op zijn 16e maakte hij zijn debuut in de ring en vocht door de jaren heen tegen 's werelds grootste vechters. Uitmuntend. Kickbokskampioen Rico Verhoeven, welkom ook. Yes, als je het zelf zo ziet, wat denk je dan? Ja, daar ben ik wel trots op. Ja, ja. Terecht. Wat het mooie is, als je het in vertraging laat zien, denk je, nou, je ziet hem wel aankomen. Ja. Maar in het echt... Schijnbedrieg. Ja, ik wou het zeggen, maar in het echt is het natuurlijk altijd een grote verrassing waar die knal weer vandaan komt. Ja, zeker. Dat is lastig. Jij doet al 21 jaar aan topsport. Ja. Je bent nu 28. Ja. Dus je bent echt heel vroeg begonnen. Ja, ja. Over 2 weken 29 alweer. Dus het gaat hard. Alweer ook. Ja, het gaat hard. Het gaat echt hard. Nee, ja. Maar hoe lang kan je op zulk hoog niveau deze topsport bedrijven? Ja, zeker in mijn sport en in mijn gewichtsklasse zou je dit nog wel 10 jaar kunnen doen. Maar dat is niet echt mijn ambitie, om heel eerlijk te zijn. Wat is dan je ambitie? Nou, misschien nog een aantal jaren gewoon de beste blijven. En ook als beste te kunnen stoppen. Dat ik gewoon nog steeds kampioen ben. En dat ik gewoon zelf bepaal van, hey, nu stop ik. En ja, ik geef anderen de kans om kampioen te worden. Daar waar anderen meestal stoppen net nadat ze die laatste wedstrijd hebben verloren. Ja? Juist. Okay, dus dat is nog wel spannend dan, voor jezelf. Ja, natuurlijk. Maar dat houdt spanning. Dat weet je toch niet? Dat houdt de spanning. En dat is wat ik zeg, ik ben bezig met zoveel andere leuke dingen. En acteren vind ik heel leuk. Ja. Dus als ik daar een mooie kans in krijg, of kan forceren, dat ik daar drukker mee word dan met alleen sporten, dan misschien dat de overhand gaat nemen. Met acteren, en dan bedoel je in films, hè? Ja. Ja. Je zat toch bijna in een film? Ja, het scheelde een haar. Ja. Nee, het zat tussen mij en een andere jongen, zeg maar, waar ze tussen gingen kiezen. En ja, dat was heel jammer. Dat was voor de nieuwe film, zeg maar, de Rocky van tegenwoordig, Creed. Met Sylvester Stallone. Ja. Dus ik zat wel in de laatste pool. Dus ik ben ook bij Sly, zo heet Sylvester Stallone dan zijn bijnaam, geweest. We hebben auditie gedaan, we hebben gesproken, was leuk. Dus het was tussen mij en een andere jongen. Maar ja, als je dan gaat kijken, en ze hebben dan gekozen voor die andere, denk ik, ik snap het wel, want hij heeft gewoon net iets geflopt, toch? Ja, nu. Gewoon net even een andere uitstraling, weet je. Net iets meer een Oostblok uitstraling en iets meer, misschien wel donkerder of zo. Ja. Behalve van het boksen kennen we je ook van clinics die je geeft. Wat zijn dat precies? Ja, dus van de Winners Workout Clinics. Die zijn eigenlijk ontstaan vanuit een platform, omdat ik werd kampioen en ik kreeg steeds meer de vraag van, omdat ik bekend sta van fit zijn. Weet je, Rico is altijd fitter dan zijn tegenstanders, maar hoe doet hij dat? Ja. Dus die vraag kreeg ik steeds meer, social media, op straat, in de sportschool. Toen ging ik met mijn team kijken van, ik zeg, hoe kunnen we dit in een platform gieten, dat het eigenlijk toegankelijk is voor iedereen. Ja. Dus maar dat ook, want mensen kunnen natuurlijk niet trainen zoals ik, omdat ik een topsporter ben. Ik zeg maar, hoe kunnen we die oefeningen helemaal terugschalen, dat ook iemand die totaal niet fit is, het ook kan. Dus dat hebben we gedaan. Dat is eigenlijk ontstaan dus in een app, de Winners Workout. En vanuit de app heb ik dus eigenlijk een opbouw gemaakt naar clinics. Ja. En over 3 weken kom je ook in Den Haag. Laten we even kijken hoe dat eruit ziet. Zo'n clinic door Rico.
Wat zeg je? Ik zeg, je vergis je altijd. Ik heb me meegedaan aan een boxclinic. Ja. En je vergis je altijd in hoe... ga eens 30 seconden voluit boksen. Ja, dacht ik, appeltje, eitje. Ja. Maar echt, nou, ik legde het gewoon af. Na 30 seconden was ik helemaal... Ongelooflijk intensief en fysiek. Vond je kijkt erbij zo van, nou... ik ben het gewend. Ik heb mijn oudste broer, we hadden nogal een verschil in leeftijd. Die is 18 jaar ouder was die dan ik, die is overleden dus. Maar die was kampioen boksen van Nederlands-Indië. Van Nederlands-Indië, kijk. Ja, dus dat boksen zit wel in de familie. Ja, maar dat werd niet zo geaccepteerd. Oh. Mijn vader was een theoreticus, een ingenieur en een hele chique man. En die dacht, wat heb ik voor zoon? En die mocht helemaal echt niet boksen, maar hij was wel erg goed. Anders word je geen kampioen. Nee, lijkt mij helder. Ja, waar natuurlijk veel mensen het over hebben, is jouw rematch met Badr Hari. Ja. Want hij heeft je uitgedaagd. Laten we daar nog eens even naar kijken. Hoe hij jou uitdaagt. Rico, don't walk out of me. Come back. I'm in between these two guys. Final words. You know, you did a good job. But I swear, today, I swear. You know, I gave you credits. But now I don't give a fuck. Next year, I swear, I will knock you the fuck out. I'll keep you on that word, baby. Let's do it. Ik vind jouw reactie zo mooi. Yeah. I keep you on that one, baby. Yeah. Ga een beetje hier stoer uit tegen mij lopen. Ja. Hij zit met zijn arm zo. Ja. Hij kan zijn arm niet meer doen. Zeg, kom op, vriend. Hey, wat ga je doen dan? Ja. Weet je, hij heeft zijn handen nu vol gehad. En, of niet wel toen. Dus het was 2016. Ja. En, 2016 al? Ja. Ja, het gaat hard. Maar dat heeft nog niet plaatsgevonden, dus. De rematch nog niet. Hij heeft gewonnen. Jawel, maar de rematch is nog niet Nee. Nou staat Badr natuurlijk bekend als de bad guy. Ook omdat hij geweld buiten de ring heeft gebruikt. Ja. En jij staat eigenlijk altijd wel te boeken als een good guy. Ja. Want heel positieve tijd die je altijd uitstraalt. Ja. Geeft dat dan ook een extra motivatie om de bad guy te verslaan? Ja, tuurlijk. Kijk, het is gewoon... op elke manier mogelijk is het natuurlijk cliché. Elke film of spelletje of wat je ook... Er zit altijd een good en een bad guy in. Ja. Dus dat maakt dit natuurlijk tot een soort van media-explosie voor de mensen. En uiteindelijk zijn Badr en ik gewoon twee atleten die... Ja, die gewoon, wij leven voor dit soort wedstrijden. Ja. Dit soort wedstrijden op het allerhoogste niveau, daar zijn er niet veel van. Weet je, en dan wil gewoon de beste wint dan gewoon. En die show eromheen, ik bedoel, is dat voor jullie dan ook spel? Want je hoort ook wel eens dat er mensen zijn die het zo serieus nemen, dat het juist zorgt voor verdeling. Nee, het is wel, het is echt, er zit niks van spel in. Maar wat je zegt klopt, daardoor krijg je een soort van verdeling. Maar daar probeer ik juist altijd ver bij weg te blijven. Want dan krijg je bijvoorbeeld, omdat Badr van Marokkaanse afkomst is... krijg je een soort van Marokkanen tegen de Nederlanders. Maar daar heb ik zoiets van, waarom? Nee. Snap je, is nergens van, we hebben allemaal dezelfde interesse, we hebben allemaal dezelfde visie. En dat is, we vinden kickboksen tof. Ja. En jullie zijn allemaal, we zijn allemaal kickboksliefhebbers. Dus tuurlijk mag je voor het ene kamp zijn en voor het andere kamp zijn. Maar ga er geen soort van etnische strijd van maken. Is jouw trainer, coach niet ook voor Marokkaanse afkomst? Nee, mijn manager is van Marokkaanse afkomst. Oh, jouw manager is van Marokkaanse afkomst. En mijn mental coach is van Kaapverdiaanse afkomst. Dus het is een soort van multicultural. Dus ik ben alles behalve racistisch of daarmee... Nee, je verenigt de wereld. Ja, juist. Dus dat is voor mij echt een ding waar ik ver van weg wil blijven. Afgelopen week, toen wij op Facebook vertelden dat jij hier zou komen, toen hebben we een oproep gedaan. Mm-hmm. En toen hebben we gevraagd wie een vraag voor jou heeft. En we hebben beloofd dat de beste vraag, of de leukste vraag, dat we die zouden uitkiezen. En dat is wel een goede vraag ook in dit kader. En die is van Tommy Ras uit Rijswijk. Mijn vraag aan Rico is, als jij een tegenstander mocht uitkiezen vanuit heden of verleden, wie zou jij dan uitkiezen en hoe zou die wedstrijd aflopen? Ja, dat is wel een mooie. Uit heden of verleden? Uit heden of verleden? Dat is echt een moeilijke vraag. Ja, dat geloof ik. Dat is echt een hele lastige vraag. Wie zou je het allerliefst nou wel eens gebokst willen hebben?
Nou ja, eigenlijk, maar dat zou dan boksen zijn. Ja. En dat, als ik zou boksen, dan zou het een Muhammad Ali zijn. Maar dat is gewoon echt, ja, dat is gewoon een icoon natuurlijk uit de sport. Ja. En dat is gewoon eentje, ja, die zou je gewoon... Nee, kijk, als ik die een trap op zijn been geef, dan is de carrière ten einde. Maar, ja. Maar dat is een, dan zou ik, dan zou je echt moeten boksen. Ja, dat... Ja, dan heb je gewoon je handen vol aan zo iemand. Man was zo slim. Hij was al zo ver, zeg maar, voor zijn tijdperk. En dat vind ik zo mooi. En daarom vond ik ook zo tof als hij dan toen bijvoorbeeld tegen Lennox Lewis of zo erin kwam. En dacht iedereen van zo, boom, Lennox Lewis was echt een bikkel, weet je, echt een knoest. En Ali ging er gewoon omheen dansen, bam, 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 bam. En dat was, ja... Dat nou, maar die knutsten hem lam, hè? Ja, ja. Ja. Praten, hebben. Sonny Liston, ja, dat zijn dat soort partijen, die zijn gewoon, ja, iconisch. Ja. Weet je, ja, dat is gewoon... Ja, en zou je ervan winnen, als ze tegenover je zouden staan? In hun beste dagen natuurlijk. Nou ja, weet je wat... Ja, nee, maar als dan hou het op alleen boksen. Maar waar ik wel van overtuigd ben, is dat de tijd van nu, de sport en überhaupt en de trainingen zijn zoveel verder dan als toen. Ja. Dus qua, en dan praten we over ook supplementen, voeding, sportvisies, zijn zo verder zoveel meer uitgebreid dat... Ja, dat ik denk dat de hedendaagse topsporters zoveel fitter zijn als toen. Ja. Maar ja, je weet het nooit. Het blijft een gevecht natuurlijk, hè? Ja. Mocht je nou tegen een wereldkampioen bokser en jullie zouden alleen maar gaan boksen. Ik ben erg benieuwd hoe die wedstrijd dan in elkaar zou zitten. Ja, ik ook. Ik zou graag ik zou graag tegen bijvoorbeeld van Anthony Joshua een wedstrijd willen boksen. Maar ook een wedstrijd willen kickboksen. Ja. Ja. Gewoon om het verschil te laten zien. Zou een bokser ook kickboksen trainen? Of is nee, het nee? Nee. Maar misschien moeten we gewoon eens beginnen met een clinic. Ja. Dat je Anthony uitnodigt voor een clinic. Ja, dat je met Rico trainen. Ja, die clinic komt wanneer in Den Haag? 22 april. Ja. Sportcampus Zuiderpark. Ja. Als ik het goed uitspreek. Kan iedereen eigenlijk zo naartoe? Iedereen kan eraan meedoen. Vanaf een jaartje of 10. Beginnend sporter, professioneel sporter. Maakt eigenlijk niet uit. We hebben echt de clinic eigenlijk verdeeld in verschillende levels. Ja. Dus we beginnen bij iedereen doet mee aan een beginnend level. En dan gaan we zo langzaam opschalen naar gemiddeld tot professioneel level. Nou, dan duurt het voor mij niet zo heel lang. Dat is ja. Nicolas, yes. Met jou ga ik het hebben over een hele andere tak van sport. Namelijk fietsen. We hadden het er net al even over. Of wielrennen, moet ik zeggen. Ja. Wielrennen. Ja. Maar werd je dan op een dag wakker en dacht je... ik begin mijn eigen fietsmerk of een eigen wielrenmerk? Nee, het is niet op een dag begonnen. Het eigenlijk het proces er vooraf ging. Ik was eigenlijk op zoek naar een nieuwe fiets. Om een nieuwe fiets te gaan kopen. Ja, zoals de meesten gaan. Dat is een heel spannend verhaal. Nee. Een nieuwe fiets nodig. Nee, ik heb een prachtig fiets. En het is een vrij, ook weer iets bijzondere fiets. En iedereen zei van, waarom heb je zo'n type fiets gekocht? Je moet een carbon fiets fietsen. En uiteindelijk ik fiets al jaren erop. Toen zeiden ze tegen mij van, je hebt echt een mooie fiets. Die zie je steeds vaker rijden. En toen dacht ik, nu is het tijd voor een nieuwe dus. Ja. Iets anders. En ik ben iemand die heel veel onderzoek doet naar van alles. Als ik echt de detail inga, dan wil ik echt alles van alles weten. Dus zo ben ik mijn keuzes gaan bepalen. Ga ik carbon of ga ik staal? Want wiel- en renframes kunnen uit diverse materialen gemaakt worden. Aluminium, staal, carbon. Dus ik ben gaan onderzoeken wat wil ik, een stalen fiets, een carbon fiets of een aluminium fiets. En toen onderzoek gedaan naar waar de stalen buizen vandaan kwamen. Ja, een lang verhaal kort te maken, de meest prachtige staalbuisfabrikant in Italië, Columbus, die heeft 125 jaar bestaan. En die heeft voor alle exclusieve merken in de wereld fietsbuizen en fietsen frames gemaakt. Onder andere Italvega, en ik had het naam nog nooit gehoord. Dus ik dacht, wat een mooie naam. Ik zeg, dus ik googlen en zoeken voor, bestaan die fietsen nog? En toen kwam ik achter dat in 1978 de laatste fiets van de band was gerold. Dus ik dacht, dat is een prachtig naam. Daar moet ik iets mee doen. En zodoende heb ik hem vastgelegd. Ja, om één fiets te maken. Dus nieuw leven ingeblazen. En dit was in? Dit was eind 2016. Ja.
En dat zei je dus net al, van, de bedoeling was eigenlijk voor één? Voor één fiets. Ik wilde één fiets maken, zodat ik gewoon een unieke fiets had voor mezelf. Ja. Ja. En toen kwam ik terug en toen zeiden vrienden van mij van, nou, dat is zo mooi. Daar moet je iets mee gaan doen. Ja. En ik ben zelfstandig ondernemer. Toen dacht ik, ik ga het proberen. Welke risico's neem je dan eigenlijk? Want je kwam dus uit de modewereld. Ik zit nog steeds in de modewereld. Oh, je zit nog steeds in de modewereld. Vorige week zat ik nog in Pakistan. Dus, dat is de modewereld. Ja. Nee. Ja. Spijkerbroeken ontwikkelen. Ja. Spijkerbroeken ontwikkelen. Ja. Ja. En heb je altijd het gevoel gehad zelf ook van, ja, dit wordt een succes? Of was het vooral dat anderen het je aanpraten van, ja, maar je hebt zo'n mooie fiets gemaakt? Het is meer dat anderen me aanpraten van, daar moet je iets mee doen, want dit maar, kennen maar we niet. Maar zo is met Rembrandt ook gebeurd. Die had één nachtwacht. Die had één nachtwacht. Ja. En toen hebben anderen gezegd, dat is mooi. Je moet meer gaan schilderen. Zo is het gebeurd. Dus mensen zeiden van, nou, dat is echt mooi, daar moet je iets mee gaan doen. En toen dacht ik van, nou, dan ga ik er ook iets mee doen. Fietsen jullie eigenlijk veel? Ik? Nee, ik fiets wel. Maar dan de mountainbiken dan. Dat is lekker in de bossen, lekker vies worden. Ja. Ja. Dus, we hadden het over, hij heeft geen racefiets. Nog. Hij heeft geen racefiets. Nee. Nog. Nog niet. Nee. Nog niet. Hè? Onthoud je naam. Ik heb van de week toevallig voor twee topschaatsers een custom editie afgeleverd. Ook prachtig voor de Nederlandse kleuren in laten verwerken. Dus, oranje. Oranje, ja, oranje met zwart. En voor wie was dat? Ingmar Bergsma. Berga, sorry. En Bart Holwerf. Oké. De twee Nederlands kampioen marathonschaatsers. Dus die zien we binnenkort op oranje fietsen voorbij komen. En dan weten ze, die zijn van hem. Dan weten wij, die zijn van Nicolas. Ja, dat weten we nu, hè? Dat weten we nu. Leuk. Is er al belangstelling ook uit buitenland? Want Italvega, dat... Ja, maar heeft er maar 10. Nee. Tot nu toe. Nee, 10 verkocht. Hij gaat er nog heel veel maken. Ik heb al meer gemaakt, maar 10. Ja, uit België is eigenlijk, want de Belgen weliswaar, die geven veel meer geld uit aan het wielrennen dan Nederlanders. Oh. En die willen juist iets proper, iets moois, iets bijzonders, iets unieks. En dat merk je. Dus ik heb vrij veel aanvragen ook uit België. Maar daarvoor staan we ook op beurzen. We hebben onder andere afgelopen februari de Bike Motion, dat is de grootste beurs van de Benelux, hebben we gedraaid. En we zijn nu aan het kijken voor Friedrichshaven, een andere beurs. Of, en hoe lang doe je over één fiets? Maken? Nou, de frame die wordt gemaakt in de fabriek in Vietnam. Dan komt die naar Nederland toe. Mm. En om een fiets zoals die hier achter ons staat op kleur te brengen, is mijn spuiter in Nederland 2 dagen mee bezig op één frame spuiten. Zo. Je moet ervan uitgaan dat hij ongeveer 35 fietsen per dag spuit. En dan tegen afzetten dat hij 1 per 2 dagen van die van mij doet. Dus ik ben John en Jeroen ontzettend dankbaar. Want ze noemen mij ook een beetje de liefdadigheidsproject. Ja. Want ze vinden het zo leuk om te doen. Maar ze zeiden van, als het meer dan 5 fietsen in de week gaat worden, dan moeten we serieus gaan praten. Ja, dat gaan we niet redden. Nee. Dan heb je het net over schaatsers die op jou fietsen. Maar heb je nog een droom dat Tom Dumoulin op een... Ja, een Nederlandse held... Op een fiets is natuurlijk waanzinnig. Ik vind dat superleuk en ik zou zo graag Tom Dumoulin... Op je fiets, hoor. Ja, nee, maar weet je waar ik eigenlijk het meest blij van word? Is degene die het... bijvoorbeeld zo'n Ingmar. Afgelopen maandag heb ik een fiets bij hem afgeleverd. En ik krijg 10 appjes per dag van allerlei video's... van hoe blij die is met zijn fiets. Ja, en dus het maakt niet uit... Of Yvonne erop fietst. En nou, er zo... Nee, waar doe ik over? Qua Nederlandse ster. Maar als iemand er zo blij ik mee blij is... hoor. Ja, ik vind het... Ik vind dat daar haal ik zoveel voldoening uit. Want voor mij, dat staat ook op de motto op elke fiets. Die laat ik erin spuiten. Life is all about the ride. Ik geloof erin. Je gaat niet op je 65 of 75 zeggen van... Nou ga ik op... Nou is het er. Je gaat juist... Je moet elke dag genieten. Elke dag, van dag 1. Ik vind het mooi. Life is all about the ride. Dames en heren, onthoud die zin. Ja, life is all about the ride. Radio West krijgt er vanaf volgende week een nieuw programma bij... waarbij de luisteraar elke werkdag van 12 tot 2 wordt getrakteerd... op een broodje belegd met knisperend nieuws, frisse muziek, verse vrolijkheid... en uiteraard overgoten met een sausje Haagse humor. En dus sprak onze Tom deze week met presentator en cabaretier Jacques Bral. Ik ben deze keer eens gewoon lekker achter de schermen bij Omroep West en heb zo een interview met Jacques Bral, want hij krijgt zijn eigen radioprogramma. Halverwege de dag
En dan stort je toch weer een beetje in. Ja. Dan denk je van, joh, we krijgen wel zin in vandaag. En dan kom ik even de lunch een beetje opketsen. En we hebben hele bijzondere dingen. We hebben de bakplaat bijvoorbeeld. De bakplaat? Wat is de bakplaat nou weer? Nou, de bakplaat, daar kan je iets bij voorstellen in de lunch natuurlijk. Hebben we wel eens een bakplaat gezien? Nou, ik denk gelijk aan een heel Holland bak, dat soort... Nee, dat is het niet. Hooguit heel Den Haag. Nee, het is een bakplaat. Het is een leuke plaat voor een lunchroom die ik ga bezoeken. Oké. Okay. Ik ga ook op zoek naar het beste broodje vandaag en omstreken. Maar het beste broodje, daar ga ik naar op zoek. Ja, en voor dat bedrijf draai ik dan de bakplaat. Wat leuk zeg. Want ben je echt een enorme broodjesman dan? Ja, ik ben een... Ja, je hebt mensen die zeggen ik ben een billenman of ik ben een borstenman. Ik ben een broodjesman. Ja, dat is je maakt mij niks liever dan een broodje. Ik zie liever een broodje dan een vrouw. Maar qua muziek, hè? Ben jij meer een rock? Ben je meer een Nederlandstalige jongen? Wat is jouw smaak? Nou, ik heb tegen degene die de muziek voor ons uitzoekt, heb ik gezegd, luister, het is een lunchprogramma. Ik wil dat het flissend is, dat het vrolijk is, dat het gezellig is. Moet iets uitstralen van, goh, we zijn even met z'n allen bij elkaar. We zitten even in de kantine als het ware en we praten even met elkaar bij. We hebben de krant gelezen, we hebben allemaal een meninkje gevormd. Dus dat moet ook in de muziek zitten. Dus ik denk zelf dat het een beetje positieve muziek is. Er zal wel eens een jankplaat tussen zitten. Mm-hmm. Maar in de regel vind ik het belangrijk dat we met z'n allen een beetje vrolijk weer uit de lunch gaan. Dat je nog een paar uur lekker door kan werken. Nou, wat enig. En wanneer komt het op de radio? 3 april gaan we beginnen. Nou, zetten we schep. 3 april gaan we beginnen. Frits, we gaan terug naar jou en ik ga lekker luisteren. 3 april. Super. 3 april gaan we beginnen. Volgens mij gaat hij op 4 april beginnen, als ik het goed heb begrepen. Op Radio West dus. 3 april. 3 april. Ja, dat was toch grap. Goed, Yvonne, zoals ik jou ken. Ja. Ken jij mij? Ja. Dat is de titel van jouw nieuwe boek. Ja. Een boek wat een inkijkje geeft in jouw vriendschap met Hella Haase. Ja. Maar al lezend leerde ik ook veel over de televisiewereld in de jaren 50, in de jaren 60. Nee, 60, 70, 80. Ja. En denk jij eigenlijk met veel plezier terug aan die tijd? Ja. Het is alleen, emancipatie was nog niet goed aanwezig natuurlijk. We hebben wel moeten knokken. Hè? Dus in deze hele periode. Maar is dat ook, was dat dan ook de basis van de vriendschap, dat jullie samen moesten knokken? Nee, de tegenstelling tussen ons was eigenlijk de grootste basis. Hella was de adviseur. Die wist alles wat ik niet wist. Dus ja. Die kwam met alles aandragen wat ik niet vermeldde. Maar ik kwam weer, was weer goed in het, in schrijven van dialogen, in toneelstukken en televisiestukken en films te maken. Dus het lag voor de hand dat ik dat moest doen. Maar zonder de aanvulling van Hella, denk ik dat het minder mooi was. Ja, want jullie scheelden 14 jaar. Ja. En dus zij was jou vooruit, zeg maar. Was zij ook een voorbeeld voor jou toen? Ja, nou, een eikpunt eigenlijk. Hè. Ik zou best willen zijn zoals zij was. Ja. Op dat moment, totdat ik in de gaten had dat we allebei zo verschillend waren, dat we nooit dat punt van gelijkheid zouden kunnen bereiken. En dat hoefde ook niet, want we vulden elkaar heel goed aan. Maar dat ging natuurlijk niet zonder knokken, hè, op een gegeven ogenblik. Je had allebei je eigen mening. En daar stond je voor. Ja. Dus, ja. Maar dat hoort ook bij vrienden, toch? Dat hoort, vind ik wel. Ja. Ja. Maar er horen andere dingen bij vriendschap, waarbij toch bij ons de boel een beetje uit elkaar ging. Ja, nou, een beetje boel zelfs. Ja, nou ja, de vriendschap is altijd gebleven. Ja. Het gevoel van dat is mijn vriendin is altijd gebleven. Maar onze gedachtegangen waren anders. We gingen andere wegen in. Ja. En dat kan gebeuren. Dan kun je, ik ging al heel gauw uit van, als je 20 jaar zo bevriend bent met iemand en zo samenwerkt, dan moet je ook onvoorwaardelijk achter iemand staan. Ja, maar dat heeft ze niet gedaan. Nee, maar dat is ook nu, na al die jaren. Misschien kan je even beschrijven, haar man werkte bij de rechtbank en het werd op een gegeven moment duidelijk dat er was een andere rechter. Ja. En die had seks met jongens die zelf moest veroordelen. Nou ja, misbruik. Misbruik van jonge kinderen. Ja. En die kinderen waren toevallig in mijn opvanghuis, dus ik wist ervan. Ja. En de logische gang van zaken, als je dat weet, als het te oren komt, dat is dat je een aanklacht indient. Ja. En dat heb ik gedaan. Ik heb bij de politie uitgewerkt, het verslag helemaal. Ja.
En aangewezen waar het ook gebeurde en wat het was. Dat was allemaal Paleis van Justitie. En ik zei, ja jongens, dit gaat niet. Ja. En dus ik heb een aanklacht ingediend en die werd ogenblikkelijk geseponeerd. Ja. Maar de echtgenoot van Hella, die ik dus intussen ook goed bevriend was. Jan. Jan van Lelieveld, die rechter was in Den Haag, die wist het ook. En die wist het al eerder dan ik en die had al eerder dan ik aan de bel getrokken. En toen hij hoorde dat ik een aanklacht indiende en hij ook begreep dat ze mij zouden vermalen, dat kon niet anders, want ik was wel de enige die dat deed en dan ben je een klokkenluider en is daar je plaats natuurlijk. Ja. Toen heeft hij zich in de eerste plaats helemaal achter mij gesteld. Hij heeft mij verdedigd, hij heeft mij ook brieven geschreven aan de procureur-generaal om te zeggen dat wat ik zeg, dat het de waarheid was. Dat het klopt. Ja, ja. Dat klopt. Je zou zeggen, nou ja, dan gaat alles goed, dan wordt het alles onderzocht en dank u wel mevrouw Keulse dat u dat allemaal gedaan. Maar zo ging dat niet in die tijd, want ook bij de katholieke kerk was nog niets ondersteboven gehaald. Hè. Als dat wel was gebeurd, dan was het voor mij veel makkelijker geweest. Dus mijn leven werd eigenlijk vanaf dat moment een soort hel, want ik kon eigenlijk niks meer. Ik werd van alle kanten aangevallen in kranten. De moeilijkheid was dat ik dacht, als ik nou Helle achter mij krijg en ik heb Jan achter mij, dan gaan ze dat anders behandelen. Ja, en je rekende daar ook op, maar deden het niet. Zij deed het niet, maar ik heb een heel boek nodig gehad. En dat schrijven van dit boek heb ik eigenlijk gedaan. Omdat ik er ook niet zeker van was aan het eind van al die jaren. Of ik dat wel van haar had mogen verwachten. En ik ben ervan tot de conclusie gekomen dat ik dat helemaal niet van haar had mogen verwachten. Nee. Want uiteindelijk, daar eindigt het dan ook mee. Ja. Er zit nog heel veel tussen. Oh, dus er zit ontzettend veel tussen. Maar het eindigt ermee dan. Jullie omhelzen elkaar. Zij is inmiddels 91. Je komt bij haar op bezoek. Ja. Er komt een nieuw project rondom Oeroeg. Het boek nou ja, ze vraagt mij dus om het in Carré op toneel te zetten. Om dat te doen. En jullie omhelzen elkaar. Ja. En het enige wat jullie tegen elkaar zeggen is onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk, ja. Onbegrijpelijk dat wij dit hebben laten gebeuren. Ja. Ja. En dat was ook onbegrijpelijk. En daarna heeft zij mij dus de toestemming gegeven om de brief die Jan geschreven heeft naar justitie en die hij aan mij had gegeven om te publiceren. Ja. En die Helle dus niet wilde dat ik publiceerde, om die alsnog naar buiten te brengen. U was eigenlijk gewoon teleurgesteld. Ja, ik sta anders tegenover vriendschap toch. Ik denk altijd dat als ik jou nodig heb, dat jij mij achter mij staat. Bij je staat. Ja. En dat is zeker over zoiets. Ja. Dat je wel en dat is dus niet waar. Want je moet een ander een eigen mening gunnen. Jawel, maar het eerste wat bij mij omhoog komt is, ik vraag me af waarom zou ze zeker voor zoiets heftigs niet achter u staan? Nou, omdat het heel complex is. Zij was getrouwd met een rechter. Mm. En deze man die stond volledig achter mij. En zodanig zelfs dat hij ontslag nam bij justitie. Hij zei, ik wens niet te werken bij justitie. Mijn baas die dus dit tolereert. Ja. Dus haar leven, gebonden aan zijn leven, veranderde op slag. Dat moet je ook niet vergeten. Hè? Nee. En die tijden waren ook anders. Als je toen, in die tijd, als ambtenaar zelf ontslag nam, dan was je al je rechten kwijt. Je was niks. Dus hun hele leven veranderde. Ja. En dat kwam in zekere zin via een omweg toch ook door mij. Ja, dan was u misschien een beetje kwalijk. Ja. Ja, ook dat niet. Want ze heeft toch haar hele leven lang heeft ze mij gesteund. Mm-hmm. En haar man ook. Hoewel ik dus veel koppiger was en dacht, oké, als je mij niet steunt, dan ga ik zelf verder. Mm-hmm. Wat voor rotleven ik ook krijg, ik zet dit voort, want dit kan niet. Hebben zij dus dan, heeft zij me dan wel niet gesteund, maar ze heeft wel gezorgd toen ze zag dat ik in zulke grote problemen kwam en ik geen advocaat kon betalen, dat ik de beste advocaat van Nederland kreeg. Daar hebben zij met z'n tweeën voor gezorgd. Ja, zij noemt dat dan, Jan heeft ervoor gezorgd dat de juiste mensen of de goede mensen. Ja, en ik kreeg allerlei mensen op mijn pad door hun. Ja. En dat is de reden. Wat zou Hella hebben gevonden van dit boek? Zou ik niet weten. Ik kan het toch niet maar vragen. Maar daar heb je vast wel eens over nagedacht. Ik denk dat dit is hetzelfde punt. Ik hoef niemand te vragen
vragen om, nee. om iets te doen. Nee, maar heb je nooit gedacht zo van, goh, wat zou ze... Of heb je, misschien heb je wel iets weggelaten? Nee, je dat, van... dat kan wel, dat ik iets weggelaten. Nee, maar kijk, ik heb al heel veel dingen prijsgegeven al eerder. Maar vanaf het moment dat Hella zei, ik geef je toestemming... Om te publiceren. Om alles te publiceren wat je wil. Vanaf dat moment heb ik... alles, ook al wat ik eerder gezet heb, gekoppeld aan de mensen, Hella en Jan, ja. die dus met die hele zaak te maken hebben gehad. Was het voor jou dan emotioneel om, ja, zo, om het boek het te schrijven? Ja, het is heel belangrijk geweest voor mij. Ja. Omdat ik heb ook tegen haar gezegd toen ze zei, je mag die boel publiceren. Toen zei ik, je bent wel 30 jaar te laat. Ja. Ik heb 30 jaar een circuit moeten lopen, wat ik nooit had hoeven lopen als jij je niet verzet had. Ja. He? Dus net zo goed als nu met de katholieke kerk. Als je dit al 30 jaar eerder had gedaan, dan waren al die mensen niet zo in problemen gekomen. Wat ik nu doe, op dit moment, dat is al die jongens die misbruikt zijn en die nu volwassen mannen zijn. En die processen beginnen, daar ben ik degene die als getuige deskundige op moet dragen. En moet getuigen, zodat ze toch smartengeld en dergelijke krijgen. Ja. Dus ik heb weer mijn handen vol. Ja. Hoeveel jaar is de vriendschap, ja, ik was benieuwd hoeveel jaar is de vriendschap eigenlijk gekoeld? Of is die nooit... Nee, voor mij, ik heb altijd van deze vrouw gehouden zoals ze was. Alleen, het was onbegrijpelijk, er was maar één woord, onbegrijpelijk, dat zij niet ogenblikkelijk gezegd heeft, oké, jij stikt je nek uit... Maar ik sta achter je. Ja. Waarom heb ik dat gedacht? Omdat ik zelf zo denk. Zoals ik jou ken, ken jij mij. Dat zijn haar woorden. Ja, zijn haar woorden. Is dit uw laatste boek? Ik heb net gepubliceerd. Nee, maar zegt u van, hey, ik ga nog verder, ik ga nog meer boeken. Jij bent wel benieuwd. Ja. Ja. Ik zeg altijd, dit is mijn laatste boek. Want ik heb alles gezegd nu. En als ik nog meer te zeggen had, was ik met het boek doorgegaan. Okay. Maar ik beslis ze altijd. Dat is een slim insteek. Ja. Ook dit seizoen is de laatste vraag voor alle drie mijn gasten hetzelfde. En die vraag is ook elke week hetzelfde. Dat is namelijk de vraag, wat staat er voor aankomende week bij jullie in de agenda? Iets waar je naar uitkijkt, iets wat er echt niet uit mag. Rico. tijd spenderen met de kids. Ja, je hebt er twee, hè? Drie. Drie inmiddels? Drie, ja. Zes, ja. Drie en zes maanden. Dus ja, weet je, ik ben letterlijk even zo druk. Ik ga trainen, ik heb dan nog dit soort dingen tussendoor. Maar alles wat ik er tussendoor doe, ben ik niet thuis. En ik heb ook geen tijd om met de kids te spenderen. Ja. Dus die tijd die ik daarvoor heb, die is heel kostbaar. Ja, leuk. Groot gelijk. Ja. Nicolas? Ik kijk ook uit naar het tweede paasdag met vrienden en... familie doorbrengen. En aankomende donderdag heb ik een scoutingdag voor de nieuwe fotoshoot voor de Italvega. Dus daar zijn we met fotograaf, cameraman op pad om de hele dag de mooiste locatie van Nederland te zoeken. Dus daar heb ik onwijs veel zin in. Oké, dus je gaat naar locaties op zoek waar die fiets dan mooi in uitkomt? Exact. Oké. Dan ben je een dag onderweg. Ik zou wel gek zijn als ik niet ook graag met mijn familie, kinderen, kleinkinderen, echtgenoot enzovoort deze dagen doorbreng. Dat doe ik ook. En dan is Pasen voorbij. En dan kies ik één dag, 4 april. Dan ben ik uitgenodigd door de Sociëteit de Witte. Daar had ik, moet ik een tegenprestatie leveren, want ik heb de literaire Witte Prijs gekregen op 14 maart. En daar hoort altijd bij een tegenprestatie, een avond voor de leden. Okay. En daar vertoon ik een film van Ida Doos, waar ik het scenario van heb geschreven en de presentatie van heb gedaan. Waarbij ik alles wat uit de koloniale tijd stamt en wat nog in Den Haag aanwezig is, dat heb ik op film vertoond. En daar zijn bij dingen bij waar de meeste mensen in Den Haag geen weet van hebben. Onder andere een hele beroemde Indische kamer. Maar dit is voor Sociëteit de Witte. Ga ik dat doen? Want daar moet je dan lid van zijn. Maar ga je dat voor anderen doen? Ik ben geen lid. Nee, om daar naartoe te kunnen moet je daar lid van zijn. Dat denk ik wel. Dat weet ik dus ga je het ook nog voor anderen doen? Dat heb ik al gedaan. Daarna? Dan is het goed. Nee, en dat doe ik daarna ook nog een paar keer. Kijk, dat bedoel ik. Ik ga tweede paasdag deelnemen aan het jaarlijkse Paas-Sjoel-toernooi. En woensdag ga ik naar het feestje van OutTV dat 10 jaar bestaat. En dat wordt gevierd met een bezoek aan de musical Sunset Boulevard in Theater Carré in Amsterdam.
En volgende week dan ben ik weer hier. Dan bij mij aan tafel. Omroep Max-baas Jan Slachter. Zangeres en actrice Mariska van Kolk. Zij gaat weer spelen in een nieuwe musical. En de Haagse ondernemer Jan Verkaart. Hij zat ooit in de allereerste uitzending van dit programma. Deze uitzending kunt u terugzien op onze website. En u kunt ons de hele dag volgen op Facebook, op Twitter, op Instagram, op YouTube. En wil je een keer een opname van het programma bijwonen? Dat kan. Mail dan naar frits@omroepwest.nl en meld je aan. Heel graag tot volgende week. Dag! Leave it at that.